Laten we even kijken naar een deel van jouw documentaire, waarin jullie zelf al zeggen inderdaad. Hè? Van jullie. Ja, maar jij, jij bent het symbool van het team. Maar in ieder geval, er is een belangrijk moment, want eigenlijk verwachten veel mensen, met name zijn advocaat, de advocaat van je vader, verwachten vrijspraak. Ja. Dat werd ook niet zo raar gevonden, dat werd verwacht. Dat, inderdaad, omdat die tegensprekende... En dan was het thuis de ronde vrijgesproken. En instantie vrijgesproken. Laten we kijken wat er daarna gebeurde. De advocaat van Dino Sorel was voor aanvang van de zitting nog vol vertrouwen. We gaan echt uit voor vrijspraak. In deze zaak is de waardering van de betrouwbaarheid van de door de kroongetuigen afgelegde verklaringen een kernpunt. De pijlen van de verdediging zijn stelselmatig en bij voortduring gericht geweest op die betrouwbaarheid. Al vrij snel wist ik, dit gaat helemaal mis. Er werd een heel verhaal opgetuigd van ja, het is heel moeilijk om dit soort zaken bewezen verklaard te krijgen. Het zijn mensen die altijd ontkennen. We moeten het daarom doen met verklaringen. En toen dachten wij van... Sorry? Een rechter die het moet doen met verklaringen? Een rechter moet namelijk helemaal niks. Een rechter moet alleen een dossier wegen en die moet kijken wat er aan bewijs is. Een tijdelijke gevangenisstraf, ook de maximale, doet onvoldoende recht aan de rol van iemand die ongestraft mee te kunnen beschikken over leven en dood van anderen. En al het voorgaande voert het Hof tot de slot, omdat het Hof geen ruimte aanwezig acht voor de oplegging van een andere gevangenisstraf dan het levenslange. En die straf wordt opgelegd. Wat gebeurde met jou op dat moment? Want ik neem aan dat als de advocaten zo positief waren, dat je vader dus ook kennelijk zo positief was. Yeah. Dan neem ik gewoon even aan dat jij dat toen ook was. Nou, ik ben dat wel geweest, maar op het laatste moment tijdens het proces kreeg ik toch ook wel de indruk dat het anders zou kunnen gaan lopen. Ja, dat gevoel bekroop mij wel. Vanwege wat de rechter zeiden? Tegen mijn vader, bepaalde uitdrukkingen wat ze dan bij hem... Jij gelooft in de onschuld van je vader in deze zaak? Ja, absoluut. Want even voor de duidelijkheid, je vader is wel een boef. Ja. En men zegt altijd, met boeven pak je met boeven. Ja. Dus hij heeft wel behoorlijk veel op zijn kerfstok. Maar nu zit hij levenslang voor iets wat hij niet gedaan heeft, zeg je? Ja. En waarom ben je daar zo verzekerd van? Ja, nou ja, als ik gewoon kijk naar de persoon wie mijn vader is en hoe ik hem ken, dan zie ik hem niet als iemand die heel moordlustig tegenover een ander zou staan. Of het is ook wel duidelijk dat hij eigenlijk geen ruzies had met de slachtoffers. Of dat eigenlijk niemand verklaard heeft dat de dreiging van hem af zou komen. Of, Het komt eigenlijk uit het niets, zeg je? Hoe bedoel je? Nee, ik bedoel... Die verdenkmakingen richting hem en ook de beschuldiging. Ja, in principe wel, vind ik. Ja. Ja. Hoe kijkt hij? Want hij wilde heel graag eigenlijk meedoen aan een documentaire. Dat mocht niet. Ja. Hoe kijkt hij nu naar de... Heeft hij de beelden gezien? Heeft hij iets gezien? Nee. Je hebt hem wel verteld natuurlijk wat erin zit. Ja, ik heb hem dus nooit gesproken. Nee, maar jij hebt hem aangegeven. Ja, nee, hij weet van de documentaire. Hij heeft het alleen nog niet kunnen zien, nee. Waarom vind je het belangrijk om zijn verhaal te vertellen? Ik heb toch wel het gevoel om alsnog te strijden voor zijn leven. Ik vind, het blijft natuurlijk mijn vader. En ik vind dat hem hier wel onrecht is aangedaan. En het gevoel van onterecht levenslang krijgen, dat blijft gewoon knagen. Ja. En daarom vind ik ook... hij mocht zelf zijn eigen woord niet doen. Dus ik vind het dan wel belangrijk dat er toch gebeurt... een keer een kant van onze kant laten zien, zeg maar. Hoe kijk jij ernaar, Paul, die veroordeling destijds? Want je praat over twee kroongetuigen die elkaar ook op bepaalde punten tegenspraken. Dus vandaar dat men dacht, dat wordt vrijspraak, want dat klopt niet. Mm. Hoe zie jij het? Nou ja, dat punt is heel erg belangrijk. En uiteindelijk is daar een modus voor gevonden. Dat vond het ook bij het ministerie en dat vond uiteindelijk het Hof ook. Van, het zijn kennelijk interpretatieverschillen, dus het hoeft niet één op één op elkaar te passen. Er is ook iets anders enorms gebeurd in de eerste ronde van het proces al. Op de achtergrond speelt Willem Holleder. Een bekendere naam. En de gedachte van het Openbaar Ministerie is... Dino Sorel en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis en Willem Holleder vormden een driemanschap. En met z'n drieën hebben ze uiteindelijk, zouden ze die moorden hebben gepleegd. De eerste kroongetuige, Peter Lacerpe, had later bleek uitgebreid gesproken... of nee, niet uitgebreid, maar had gesproken over Willem Holleder. Ja. Als belangrijk bij het geven van opdrachten. En het Openbaar Ministerie had hen toegestaan dat weg te laten. Want gevaar. Dus... En hoe kwamen we erachter? Ergens in de loop van het proces, dat al heel erg lang speelde... en kroongetuige Lacerpe had weer ruzie met het OM... en ineens gooit hij die waarheid op tafel. Hij denkt, nou heb ik ze. Want als ik nu tegen de rechters zeg...
ik heb over Holleder gesproken en ik mocht dat weglaten. En in die plaats krijgt dan iemand anders misschien meer schuld. Dido Sorel. Ja. Hij dacht, dan blaas ik het proces op. Want La Serpe had dus eigenlijk niets over Sorel verklaard, maar wel over Holleder. Ook. Maar Holleder. Kijk, als wij met z'n tweeën iets flikken. Ja. En iemand anders gaat uiteindelijk over vertellen. Maar die laat jou weg. Ja. En die geeft alle schuld aan mij. Ja. En een derde is dood. Kijk, die enormiteit, die beheerste het eerste vonnis ook. Want de rechtbank heeft toegezegd, wacht eens even. Ja, dit in de zaak Sorel, want ze hebben wel allerlei andere levenslange andere grote stappen. Maar in de zaak Sorel is dat, ja, die kunnen we niet, hier is het OM, kunnen we niet dat bewijs gebruiken. In hoger beroep is die waarheid nog steeds zo, dat gegeven er is. Plus, dan heb je een tweede kroongetuige. Los van het geld, want dat is ook nog belangrijk. Je mag kroongetuigen niet met geld belonen of überhaupt belonen, anders dan met strafvermindering. Ze krijgen maximaal 50% vermindering van hun straf. Ja, maar vooral het gegeven dat het was een van de eerste grote zaken waar kroongetuigen op deze manier speelden. En dat het Openbaar Ministerie zoveel ruimte zelf had genomen. Dat dacht eigenlijk bijna iedereen die zaak honderden zittingen volgde, eerste, tweede aanleg. Eigenlijk dacht iedereen, de kans dat Dino Sorel nu de tweede keer wel wordt veroordeeld, klein. Die is klein. Ik ben niet van het voorspellen van vonnis en arrest, hoor, want wij moeten het ook maar gewoon. Maar Paul, mag ik er iets over vragen? Weet je wat ik wel boeiend vind? Kijk, het is ook een beetje een wedstrijd, hè? En die wil je winnen. In die als het Openbaar Ministerie tegen de verdachte. Ja, dat zal het Openbaar Ministerie ook maar dat is het wel een beetje. En advocaten doen alles, die halen alles uit de kast om hun cliënten vrij te krijgen. Ja, en die zijn partijen. Maar ik bedoel, ik krijg ook het gevoel dat het OM alles... en ook de randen van de wet, de uiterste randen, en misschien wel iets eroverheen heeft opgezocht. Het gaat om het laatste, Erik. Ja. Kijk, je mag, natuurlijk, er waren 20 jaar waren de liquidaties geweest, was nooit een vinger achter gekomen. Mm. En nu was het beeld, we hebben huurmoordenaars, we hebben een moordmakelaar. En het uiterste verge vind ik wel, maar het Openbaar Ministerie moet aan waarheidsvinding doen. Dat is de taak. Maar zijn ze over die rand gegaan? Ja. Die Holleder weglaten? Het weglaten van. Ja. Mag ik één punt met wat documentaire heel goed naar voren komt op tafel leggen? Nico Meijering die heeft eigenlijk een verwachting uitgesproken bij de introductie van kroongetuigen. Hij heeft gezegd: als we dit toestaan, dan zal je zien dat het klimaat verhardt. Ik ben dat niet helemaal met hem eens overigens. Ja, dat is wat hij zegt. Humberto, ja. Die is nee, maar ik leg het even neer. Hij zegt het Marengo-proces bijvoorbeeld. Daar zijn mensen vermoord vanwege het type kroongetuigen. Maar je kunt altijd al tegen kroongetuigen zijn. En dan gebeurt het met een zaak met kroongetuigen die verschrikkelijke moorden. En dan kun je zeggen, oké, zie je wel kroongetuigen. Ja. Ik denk wel dat als uiterste redmiddel, als ultimum remedie. Moet je het kunnen gebruiken. Als je niet allerlei andere bewijzen hebt die inmiddels in die zaak wel spelen, berichtenverkeer en zo, dan vind ik het niet vreemd dat de staat vindt dat je het moet kunnen gebruiken. Ja. Maar dan moet iemand toch wel dat meteen beslissen. Juist, iets anders. Als je anders, in arrest wordt genomen. Hij mag 6,5 jaar zitten, heeft hij zijn dossiers. Fred Ross heb ik het dan over. Hij zit in die zaal, zo'n beetje naast je vader. Hij maakt alles dossier mee. Dus los van zijn eigen bevindingen en waarnemingen. Hij heeft dat dossier gewoon gelezen. Ja. En gaat dan verklaren. Ja. We hebben in Italië gezien dat dus wel werkt. Want dat Jezielke zit ook in de. Maar dan moet je binnen een half jaar moet je zeggen, ik word het. En je kan ook niet zeggen, je krijgt gewoon een programma in Italië. Je moet dan in het beschermingsprogramma en je weet gewoon, dit wordt mijn leven, een andere identiteit. Tijd. En dat is aan de voorkant heb je is het gewoon of duidelijk. Deal of geen deal. Ja. En dat is prima, denk ik. Want ik bedoel, je ziet dat in Marengo. Kijk, het Passage was echt een voorbeeld. Ik bedoel, ik vind op het moment dat de PGP-berichten op de telefoons worden ontdekt, als het gaat over de kroongetuigen in Marengo, die zegt, doe mij die deal van Fred Ross, die 1,8 miljoen, en doe mij ook even die advocaat Onno de Jong. Want dat vind ik wel, dat is wel cool. Dan weet je toch dat die zaak op zichzelf inherent een enorme voorbeeldfunctie heeft gehad voor mensen, en we hebben een van de. Het fijne is dat je op een gegeven moment weet. Wat ik denk heel fijn is in deze documentaire, is dat iedereen heeft gepraat. Hè? Ja. Dus ook de dealofficier die de deal maakte met La Serpe. We hebben echt een kijkje in de keuken. We staan er steeds achter. Hij zegt in deze documentaire, die Holleder weglating, dat was een foutje. En hij zegt,
dat geld, dat maakt niet uit. Want ik had er ook 5 miljoen voor over gehad. En als je dan weet dat bijvoorbeeld een rechter Wieland, die degene is die Holleder tot levenslang heeft veroordeeld, die zegt, er is een naïeve gedachte dat er een voorbeeldfunctie uitgaat van, wacht even, als je niet de waarheid spreekt, dan dit of dat. Maar mensen leggen elkaar om, Wieland zegt, voor een Gucci-tasje. Dat hebben we helaas, als ik kijk naar de zaak rondom Peter R. de Vries, denk ik, ja, waar gaat het over? Wat vind je ervan? Want ook de minister van Justitie zit in de documentaire. En ja, zij zegt eigenlijk, ik heb geen tijd voor discussies over kroongetuigen. Ik citeer. Ik vind het, ja. Hoe keek je daarnaar? Kijk, wat ik echt heel gevaarlijk vind, is dat er nu een soort toon heerst overal van het doel heiligt de middelen. En ik denk dat je moet afvragen, zeg maar, als maatschappij, dat klinkt allemaal heel groot, maar wil je deze rechtsstaat op deze manier? Wil je inderdaad? En wat is het? Hebt moordenaars. Wat is het alternatief? Ik denk dat er, we hebben met veel mensen ook van de opsporingsdiensten gesproken en de politie, et cetera. En iedereen zegt, en ik denk dat wij ook die mening delen, een kroongetuige moet niet het enige middel zijn. Dat had destijds met Peter Lacerpe, maar die was dan nog wel, zodat hij aan de voorkant erbij kwam. Dat vind ik echt een verschil met een Fred Ros die 7 jaar... en ook een OM die 7 jaar lang heeft lopen roepen, deze man die moet eiste levenslang tegen hem. Als de rechter dat had opgelegd, had Fred Ros nooit een kroongetuige kunnen worden. Nee, daarnaast weten wij ook, dat wordt nu ook gezegd in de documentaire, weten we nu dat Fred Ros al aan het begin, toen gewoon de rechtszaak begon, is hij al gaan vissen van, hoe zit dat eigenlijk? Zou ik ook een deal krijgen? Juist als je vindt, en wat ik wel vind, dus dat onder bepaalde ultieme omstandigheden je over een kroongetuig kunt nadenken en die kunt werven, dan moet het juist helemaal zuiver, dan moet het juist heel goed, dan moet het juist formeel goed geregeld zijn. Je houden aan de regels die formeel geregeld zijn. De bescherming van de naasten van de kroongetuigen, de verschrikkingen in Marengo, Tachi-zaak, die zei natuurlijk ook dat daar een onschuldige broer, een advocaat, Peter R. de Vries, de vertrouwensman, zijn vermoord. Dus al die rand, dus het moet loepzuiver en het moet heel goed beschermd zijn. En daarvan zeg je, hier is dat twijfelachtig. Ja, dat kwam hier in het gedrang. Omdat dat hele, wat Erika net zegt, dat je dus eerst als OM zegt, Ros moet levenslang de cel in. Als hij die straf had gekregen die ze gevraagd hadden, kon je niet dealen, want je mag maar de straf halveren. Dus überhaupt apart dat hij dan 30 jaar heeft gekregen. Ik vind daarmee niet dat het fenomeen kroongetuig dus helemaal weg moet. Maar ik vind wel dat de overheid zich moet herbezinnen over de loopzuiverheid waarmee je dat inzet. Is dat ook de inzet, Rachel, voor de Europese Hof van Justitie, waar jullie nu naartoe gaan? Nou, daar is natuurlijk wel een soort van hoop op gevestigd. Ja, dat kan ik wel. We kunnen nog heel lang over deze zaak praten, maar volgens mij moeten de mensen, als ze geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, gewoon kijken naar de documentaire. Per 1 maart is het te zien, Pact met de Duivel. Vanaf 1 maart te zien op Prime Video. Dank jullie wel, allemaal. Ja,